Voor oranje-zwart, deze keer spelend in de witte shirts, is het veld van Bloemendaal heilige grond. Hier werden ze in 2005 landskampioen. En die mooie dagen moeten toch ooit weer eens een keertje terugkomen bij de club uit Eindhoven. Het begint allemaal in de tweede minuut met een slordige fout van verdediger international Marcel Balkenstein. Die hier even niet oplet, even niet scherp is. En dus krijgen we meteen al een strafcorner voor Bloemendaal. En daarvoor heeft Bloemendaal Cirello, de international uit Australië. En hij schiet meteen raak. Zijn vierde competitietreffer van dit seizoen. En lijnstopper Balkenstein kan deze treffer niet voorkomen. In het verloop van de eerste helft komt Oranje-Zwart beter in de wedstrijd. Hier een slordige fout van Cirello. De doelpunten maken notabene. Baart, daar neemt Briels over, de Belgische international. En Baart heeft hem dan voor het intikken. Het is 1-1. Zo'n 10 minuten voor rust. Een kostbare fout van Chris Cirello. Baart gaat er dan mee vandoor. Stokman kan deze inzet nog wel tegenhouden, maar is dan kansloos op de tik van Baart. Dan een moment met Koen van Bungen, de scheidsrechter in de hoofdrol. Hij maakt zich licht, hij houdt zijn buik in, maar heeft zijn hart dan op de goede plaats zitten. Dit is scheidsrechter Koen van Bungen op zijn kindvriendelijkst na deze dreun. Het jongetje had overigens na afloop nergens last van. Voor hem was het alleen maar een mooie ervaring. Na een paar minuten in de tweede helft is Bloemendaal toe aan zijn tweede strafcorner. Cirello staat weer klaar, maar hij legt hem af op Wouter Jolie. En dan is het 2-1 voor Bloemendaal. Een bijzonder ongelukkig moment voor notabene de strafcorner-specialist van Oranje-Zwart. Want die loopt daaruit. Mink van der Weerde legt zijn stick neer. En via die stick slaat de bal tegen de touwen. 2-1, een treffer dus van Jolie. En dan even later een strafcorner voor Oranje-Zwart. En dan staat Van der Weerde weer klaar. Maar hij wordt niet goed gestopt en komt terecht bij Van der Horst. Die het vervolgens heel doeltreffend afmaakt. Het is 2-2. Robert Van der Horst terug op het oude nest na een periode bij Rotterdam. Hier omspeelt hij Ronald Brouwer en dan flatst hij hem binnen in de lange hoek. Uitstekend doelpunt van Van der Horst na een mislukte corner. Daar hebben we Michel van de Heuvel. Na zijn bondscoachschap bij Nederland was hij nog even bondscoach bij Pakistan. Dat deed hij heel goed overigens. En is nu weer terug bij Oranje-Zwart. Rademakers, zijn verdediger, krijgt de bal tegen een voet. En weer een strafcorner voor Bloemendaal. Cirello en Jolie staan weer klaar. Cirello doet het en die bal slaat tegen de plank. Op het hoogste puntje van die plank. 3-2 voor Bloemendaal. En weer een treffer van Cirello, inmiddels nummer 5 in de competitie. Nog een kleine 10 minuten te spelen. Brouwer met een prachtige breedtepaas op Hofman. En een goede stop in de goal van Oranje-Zwart van Mark Jenneskens. Kavanagh. Jolie let totaal niet op en daar is Bob de Voogd, maar Stokman voorkomt een treffer en redt daarmee zijn verdediger. Dan een strafcorner met nog ruim 5 minuten te spelen. Mink van der Weerde en hij gaat zo hard binnen. 3-3. De lijnstopper is volstrekt kansloos. En Van der Weerde schreeuwt het uit. En buiten de lijnen is dit zo'n bedeesde, zelfs schuchtere jongen. Nog ruim een minuut te spelen. De Voogd pakt hier de bal aan bij de middenlijn. Versneld. Jolie kan hem niet bijhouden. De Voogd met een backhandschot. En het is 4-3 voor Oranje-Zwart in de slotfase. En zo trekt Oranje-Zwart deze wedstrijd over de streep. Na een prachtig gevecht tussen De Voogd en Jolie. Waarbij De Voogd sneller is. En de winnende treffer op een mooie wedstrijd op het scorebord brengt. Ik zat er net daarvoor ook al een keertje, net ook toevallig bij Wouter, dichtbij. En nu dacht ik, moet er gewoon 100% voorbij, laatste kans op mijn snelheid. En het lukte net, dus het was mooi. Ja, een bevrijding. Wouter, was dat even zo'n storm die over je heen kwam in de laatste minuut met Bob de Voogd?
Ja, dat was even aanzetten inderdaad. Bob en ik zijn allebei vrij snel, maar hij maakte hem heel mooi af in de laatste minuut. Ik heb genoten van de Olympische Spelen en ik neem het goede gevoel eigenlijk gewoon mee in de competitie. En ik probeer het hier gewoon iedere week ook te laten zien. Dus zeker geen dip, nee. Alleen een dipje nu bij Wouters Juli, die even opzij zit in de laatste minuut. Ja, goed, maar hij weet wie de snelste is, dus ja, dat is mooi. Ja.